Vogelverstikker, je maakt ons niet bang. Vouw door midden. Hoge score. Lalidollars? Het is een fortuin. Criminelen vermommen zichzelf effectief. Het was een rustige werkdag bij de Lalitown Bank. Dit is een overval. Wow. Het is Harley Quinn. Geld op de tafel. De tassen daar, snel. Heb je de rekening, lieverd? Is dit een grap? Oké. Sta stil, dit is een overval. Ik ben ver vooruit. Wat? Het is leeg, mijn vriend. Wie durft? Ze is mooi. Het is de politie. Tijd om te ontsnappen. Ontmoet onze nieuwe pop. Teken de ogen. Breng lippenstift aan. Probeer dit aan. Laten we onze witte top verven. Rood en blauw broekje passen perfect. Doe een choker om. Dit meisje laat niemand zich vervelen. Kun je ze beschrijven? Zijn er opvallende details? Schat, je kan niet ver zien met mijn zicht. We kunnen ze niet vinden zonder een compositietekening. Geef ons tenminste iets. Ik herinner me iets. De vrouw had een grafisch shirt. Er stond papa's kleine monster op. Aha. Laten we beginnen met het onderzoek. Wat staat er op het t-shirt? Ik? Je hebt de verkeerde persoon. Je hebt mijn idee gestolen. Het is hetzelfde ontwerp. Heb je de bank beroofd? Dat is er. Neem haar mee. Dit is een misverstand. Ik ben zo kwaad. Ciao, baby. Neem een plastic container. Verf het wit. Maak er pudding van. Versier met slagroom. De ser geserveerd. Onze gast zal ons laten zien hoe je heerlijke pudding maakt. Ga opzij, lieverd. Maak kennis met Harley Quinn. We hebben een probleem. Laten we beginnen met bakken. Koken. Deze deegroller lijkt op mijn vleermuis. Laten we een hoed opzetten en beginnen met koken. Harley, mix haar ingrediënten. Joker, ik hoop dat je kijkt. Deze pudding is voor jou. De keuken is veilig. Goed. Een nieuwe pop tussen de biljetten. Teken ogen. Ogen die bij het haar passen. Nou, dat is pas een Joker glimlach. Haar achterover gekamd. Rood shirt, zwarte broek. En enorme kettingringen rond zijn nek. Wauw. Uitstekend. Ik ga iedereen shockeren. Joker kan Harley niet uit zijn hoofd krijgen. Wat is er aan de hand? Ik verveel me. Sta op, stop met zeuren. Harley heeft mijn hart gestolen. Neem een pauze, neem een hamburger. Ik ben mijn eetlust kwijt. Lieve Harley. Geld vrolijk je altijd op. Oké, we moeten hem redden. Kijk, ik heb haar opgespoord. Yes. Mijn liefde. Oh, vrouwen. Ik heb je eindelijk gevonden. Laten we samen gaan. Maak patronen.
Naai de naden. Maak de tullerand strak. Maak de tulle klaar. Het is perfect! Maak een strik. Laten we deze sluier passen. Ik zal de meest spectaculaire bruid worden. Gasten verzameld voor de huwelijksceremonie. Joker in het repertoire. Hey. Welkom iedereen op ons feest. Een echte heer. Oh. Raad eens wie er onder de sluier zit. Hey. Lieverd, je bent onweerstaanbaar. Woehoe. Zijn jullie bereid om voor altijd van elkaar te houden? Hmm. Natuurlijk. Voor altijd samen. Oh. Nu zijn ze man en vrouw. Lalilo is niet bang voor de tijger. Verf de wol rood. Voeg vlekken toe. Roze haar. Tover een bot tevoorschijn. Hang de sleutelhanger aan de halsband. Stijlvol accessoire voor een vrolijk huisdier. Het asiel zorgt voor de dieren. We hebben een aanwinst voor de familie. Een moeder en dochter komen een huisdier uitzoeken. Wow. Kleurrijke dieren. Laten we een puppy nemen. Zo'n schatje. Hey. Wil je een huisdier? Uh-huh. Puppies zijn te saai. Lieverd, kijk. Oh, ik hou van hyena's. Hoeveel? Gratis, neem ze maar mee. Goeie deal. Alleen nog maar schattige puppies. Neem eetstokjes. Mooie hamer. Teken een streep. Voeg inscripties toe. Markeer het. Harley Quinn houdt van haar hamer. De blikjes eten zijn op. Tijd om op te ruimen. Ik moet eten koken. Hamer om te helpen. Dat is een harde noot om te kraken. Harley liet zich een beetje meeslepen. Lieverd, wat is dat voor geluid? Er is vlees. Wat een rotzooi. Heb je een hamer gebruikt? Laten we gewoon gaan lunchen, lieverd. Baby kroop in de werkplaats. Een paardenstaart met roze en blauwe strengen. Net als haar moeder. Heldere schaduwen en lippen. Hier is haar broer. Kinderen zijn een weerspiegeling van hun ouders. Kinderen, blijf zitten. Papa moet iets doen. Onze kleine grappenmakers hebben een plan. Laten we gaan. Ja. Papa's gereedschapskoffer. Het zit vol met coole dingen. Haha, het is een overwinning. Ik werk wel aan het speelgoed. Dat is beter. De kamer is in totale chaos. Kleine herrieschoppers. Print een doos schablonen uit. Maak ons pakket. Domankaarten. De kaarten helpen bij de ontwikkeling van kinderen. Harley en Joker willen goed voor hun kinderen zorgen. Ze wenden zich tot een therapeut. Omgaan met onze kleine monsters is moeilijk. Laten we beginnen. Wat zie je op de kaart? Explosie. Mijn bom gaat boom.
Is dit een slecht voorwerp of een goed voorwerp? Woehoe. Goed! Mama heeft me een knuppel gegeven. Oh. Oké, kinderen. Geven jullie het maar aan mij. Nee. Het is niet voor kinderen. Uh-huh. Nanny, neem alsjeblieft de kinderen mee naar de speelkamer. Okay. Laten we het over ouderschap hebben. Hmm? Je hebt een sterke negatieve invloed op ze. We wisten het niet eens. Oh-oh. Ouch. Oef, waar ben ik? Wie ben ik? Ik weet het niet meer. Hmm? Auw, ik moet hier weg. Phew, ik ben er klaar voor. Weg met het oude haar. Dag, vogeltje. Zet in plaats daarvan een pruik op. Verf een neon. En we kunnen haarextensies gebruiken om de look af te maken. Neem een paar strengen. Lijm er lang groen haar op. En zet het vast met haarlak. Verf haar huid in een bleke tint. Breng rode lippenstift aan. Haar blauwe ogen hebben schedelaccenten. We hebben tijdelijke tatoeages nodig. Jokey heeft ze ook op haar gezicht. Je hand alsjeblieft. Laten we je overal versieren. Tijd om je om te kleden. Het is moeilijk om de beste outfit te kiezen. Maar Jokey heeft al een spijkerbroek uitgezocht. Neem ook een wit shirt. So good. En schoenen. Zware laarzen. Duh. Wow. Ze draagt ook een paarse cape met een kraag van schuimpapier. Excellent. Voeg accessoires toe. Een riem met een schedelgesp. En kettingen aan haar nek en riem. Ze is niet bazig, ze is de baas. Jokey heeft Gotham onder de duim. Ze maakt problemen waar ze ook gaat. Ze kakt overal in en schopt bloemen omver. Hey! Oh, thank you. Of ze laat kinderen schrikken. Oh, het arme ding huilt. Oh, Jokey, dat is niet aardig. Maar ze houdt ervan slecht te zijn. Ik ben zo cool. Wie heeft de regels nodig? We kunnen iets nieuws maken van deze lava. De lapjas is maar een vermomming. Want eronder is Harley King. Maak van een opgedroogd nadoekje een pruikenlapje. Zijn witte haar is een puinhoop. Maak broekspijpen van spijkerstof. Zijn jeans zijn gescheurd. Er steken franjes en draden uit. Verf een broekspijp rood. Doe er een riemel met een gesp van een schedel en wat studs. Hij draagt een wit shirt met de tekst Mama's Little Monster. Combineer rode en blauwe stof om magie te maken. Wauw, wat een gave jas. Deze schoenen van schuimpapier zijn gemaakt om mee te lopen. Maak ze vast met zwarte veters. Laten we droge pastels gebruiken. Lalilu's stylisten zijn de beste in het verven van haar. We hebben ook gezichtstatoeages nodig. Kijk uit, Jokey, je hebt concurrentie. Harley King is echt een rotte appel. Hij is zeker niets goeds van plan. Maar wat is hij aan het doen? Hij draaide een schilderij om en tekende een snor. Maar dat is niets. Hij zag net een kostbaar juweel. Jokey zou dit prachtig vinden. Jokey bekijkt al haar rijkdommen. Oeh. Schat, kijk eens wat ik voor je heb. Hallo. Ik vind het prachtig. Krijgen was moeilijk. Wow. Mm-hmm. Cool. Maar als Harley weggaat, lijkt Joey teleurgesteld. Oh my goodness. Alsof ik hiervan onder de indruk zou zijn.
Ik moest mijn juweel zo groot als zijn hoofd verstoppen, zodat hij niet van streek zou raken. Aha. Nou, dan ga ik bij de rest van hen. Oh, Harley. Bam, we hebben een basis voor onze slippers. Voeg een top toe. Hey, doe schoenen aan of we kietelen je. Voeg versieringen toe. Bont, stuts, tatoeages. Deze slippers lijken meer op een kunstwerk van de straat. Ik hoor voetstappen. Snel, probeer ze aan te doen nu je nog tijd hebt. Harley is aan het luieren vandaag. Hij hangt gewoon op de bank en snackt. Maar zijn volgende trip naar de koelkast mislukt. Ouch! Auw! Wie heeft hier botten neergelegd? Oh, jij kleine vieze hyena. Ruim het achter jezelf op. Ik heb zeker slippers nodig. Hier is er eentje. Waar is de ander? Ik zou hier kunnen verdwalen. Puppy, haal mijn slipper. Oh, daar is hij. Brave jongen. Nu kan ik veilig naar de koelkast. Gevarenzone? Ha, wanneer heeft dat Jokie ooit tegengehouden? Ze heeft haar eigen auto nodig. Deze schroothoop heeft een hoop bruikbare spullen, zoals deze enorme wielen. Ik heb hier ook een oude brommer. Hij is zo lelijk en roze dat ik hem nooit gebruik. Maar deze wielen zullen hem veel beter maken. Ik hoef er alleen maar op te zetten. En ze begint de wielen erop te lassen. Wauw, Jokie. Goed gedaan. Yay! We kunnen van dit een speelgoedgeweer en een motor maken. Gaaf. Deze grote wielen hebben een wieldop nodig. Neonhalve bollen zullen het doen. Zet er een as in en je bent klaar. Tijd om het over te schilderen. Zilver is een goede keuze. Maak een wiel van een kledinghanger. Bedek de bevestigingspunten met schuimpapier. Doe er een koplamp op. Maak een voorruit van een plastic fles. Voeg versieringen toe. Wauw, het lijkt alsof het bedekt is met graffiti. Handige handgrepen en een achteruitkijkspiegel. Wauw, deze fiets is een echt beest. Jokie is zo'n getalenteerde monteur. Het ziet er geweldig uit. Laten we rijden. Harley was aan het chillen in het park. Zijn volgende overval aan het plannen. Toen hoorde hij een motorfiets. Huh? Het is Jokie? Verrassing. Kijk eens naar mijn nieuwe motor. Stap op, ik geef je een lift. Harley klom erop en Jokie gaf gas. Harley werd afgeleid en verloor zijn evenwicht. Hey, wat is er met jou aan de hand? Ben je in orde? Sta op. Oh, je liet me schrikken. Snij een deel van een zijspan uit een plastic bus. Verf het zwart. Dit deksel wordt de vooruit. Doe er een zilveren lintom, oude autolichten en een kunstlederen zitting. En meer spijkers, tandwielen en kettingen. Bevestig grote wielen aan assen. Gotham heeft nog nooit een rit als deze gezien. Jokie wacht op Harley. Waarom wil hij zo vroeg afspreken? Hij heeft een verrassing voor haar. Een motor met een zijspan. Nu kunnen we samen rijden. Wauw, dat was een geweldig idee. Ziekelijk. Wil je gaan? Jokie en Harley reden door de hele stad. Ze gaan zo snel als ze kunnen en het kan ze niet schelen wie hen ziet. Maar deze takken kunnen wreed zijn. We hebben LOL-ballen nodig. Snij gaten. Zet ze in de grondverf en verf ze dan.
We kunnen deze map gebruiken om een gezichtsscherm te maken. Maak het vast. En hoornjes maken hem stoer. Vergeet de glitter niet. Voeg gouden stroken toe. Wie heeft hier gras gegeten? Oh, we kunnen hier een mohawk van maken. Kom op. Voeg dan glinsterende strepen toe. Veiligheid eerst. Nu kunnen we alles doen. Zo cool. Laten we rijden. Nu kan niets hem meer stoppen om plezier te hebben. En ze rijden de zonsondergang tegemoet. Harley Quinn is niet in één dag de gekste schurk van Gotham geworden. Verwijder de oude make-up van de pop. Het haar werd blond. Snap! Wauw, een fluffy onesie. Zo schattig. De kinderkamer is klaar voor de baby. Mam is echt bezorgd. Ik hoop dat Harley haar kamer leuk vindt. Niet gluren. En kijk nu. Wauw. Oh, ze is geen fan van het nieuwe speelgoed. Ga liggen, baby. Oh, het is beter om de baby mee te nemen voor de wandeling. Wanneer is ze in de mand geklommen? Kun je het teruggeven? We hebben het nodig voor onze nieuwe craft. Plaats een draadframe en bedek het vizier met kreppapier. Voeg een lang handvat toe. En verseer de kap met leuke stippen, een decoratief touw en stickers. Mama's waren aan het relaxen in het park. Wat is er beter dan dit? Het is tijd om te gaan wandelen. Onze kinderen vervelen zich. Laten we een kinderwagenrace houden. Ik wed dat ik sneller kan dan jij. Dat kun je niet. Je zal me nooit inhalen. De vrienden duwen hun wandelwagens door de hindernisbaan. Oeps. Mam, ben ik een kampioen? Verdeel de kurk in tweeën. Maak van elk deel een cilinder. Wacht! Met een penseel schilder je nog wat meer versieringen. Maak een tandenstoker blauw. Een speelgoedhamer zal haar lekker bezighouden. De ouders besloten uit te zoeken wat voor persoonlijkheid hun dochter heeft. Laten we een experiment doen. Zet drie speeltjes voor haar neer. Lieverd, waar zou je graag mee spelen? Ja! Dat had ik niet verwacht. Misschien wil je een pop? Hey, wacht! Of je vernielt het huis. Hey. Ons meisje is een schattig klein monstertje. Knip rietjes in kleine potjes verf met verschillende kleuren. Maak cirkels met een perforator en bedek ze. Een setje verf is klaar. Laat je inspireren en begin samen met ons te creëren. Lieverd, papa en ik wilden je verf geven als cadeau. Wauw, bedankt papa en mama. Coole verrassing. Maar de ouders vergaten de baby papier te geven. Harley schilderde haar hyena gewoon voor de lol. Sst, dit is trendy. Je begrijpt het gewoon niet. Alle meubilair wordt een kunstwerk. En het behang ook. Oh, wow. Huh? Onze dochter wordt misschien een kunstenares. Of misschien een binnenhuisarchitect. Of een decorateur. Harley wordt volwassen. Verwijder de rest van de make-up.
Werk aan de wenkbrauwen. Er zijn kanten visnetten op haar benen. Twee kleurige shorts. Maak de outfit af met een shirt met ruwe plekken. Ze draagt een tweekleurig bomberjack. Fashionista Harley gaat naar school. Yep. Nu is het tijd voor de eerste les. Maar Harley is afwezig. Hey, ik ben het, Harley Quinn. Hallo jongens, hoe gaat het? Hebben jullie me gemist? La la la. Nou, laten we teruggaan naar onze les. Maar het is nog maar net het begin. Sst, kijk eens wat ik heb. Wauw. De kinderen hebben een snackfeestje. Ik heb jullie al zo vaak gezegd dat eten in de klas niet is toegestaan. Schandalig, onaanvaardbaar. Maar dat was nog niet het einde van haar streken. Yes, de les is voorbij. Laten we naar huis gaan. Verf het roze. Voeg een zacht deel toe voor de steun. Wow, Harley, ik hoop dat je oké bent. Harley kwam naar een pretpark. Hallo. Hey, heb je geen darts meer vandaag? Jonge dame, jij kunt alles krijgen wat je wilt. Oh, ze heeft alle keren gemist. Het is niet haar geluksdag. Wat is er mis met mij? Ik heb een idee. Ik kan mijn kruk gooien. Gooien. Nou, nee. Dat is tegen de regels. Ik heb alle instructies gevolgd. Ik verdien een prijs. Oké, goed. Neem één teddybeer. Yay! Papa is het beu om fastfood te eten als ontbijt. Geen friet meer. Superpapa zal een meesterkok worden. Aha. Nou, voeg bloem toe aan de kom. Hatsjoe! Meng het voorzichtig met melk. Wat is er gebeurd met deze lichte klei? Worst? Krakeling? Oh, hoe moeten die schedels bijhouden? Ze springen rond op de pan. Dit ontbijt is perfect. Harley, neem een pauze van je telefoon. Het is tijd om papa's pannenkoeken te proberen. Oh, kom op. Het is zo lekker. Ik moet wat zuurheid toevoegen. Papa, je bent de beste. Knip een pakje uit voor tijdelijke tatoeages. De voorkant is gemaakt van doorzichtig plastic. Oh, het is tijd om te experimenteren. Pap, je hebt zulke coole tatoeages. Bedankt. Ik wil er ook heen. Je bent een jong lieverd. Hij kan tijdelijke tatoeages gebruiken. Kies maar welke je wilt. Wauw, cool. Ik wil deze. Papa hielp haar de tattoos te zetten. Wil je een grapje uithalen met mam? Maar eerst laten we samen een selfie nemen. Wat ben je aan het doen? Mam, ziet het er goed uit bij mij? Heb je haar een tattoo laten zetten? Het was maar een grapje. Het is een tijdelijke tatoeage. Oh, je bent zo onnozel. Alles is oké, lieverd. Je weet dat onze Harley een speciaal meisje is. Gebruik een plastic dop. Knip een strook uit schuimpapier. Vorm een ring. Dicht de onderkant af met een cirkel. We hebben een paar petjes gemaakt van rood en blauw schuimpapier. Deze petjes zullen haar helpen om van donkere kringen af te komen. Harley werkt als een party entertainer. Wat zal ik vandaag eens aantrekken? Dat klopt, een tijgerkostuum. Geweldige look.
De kinderen zitten al te wachten op de show. Hoi jongens, ik ben het, jullie favoriete tijger. Laten we spelen. Wauw, zo schattig. Oh, ik heb altijd al een tijger willen aaien. Oh, ze kan geen pauze krijgen. Na een drukke werkdag is Harley uitgeput. De volgende ochtend voelde het arme meisje zich niet beter. Oh, hoe laat is het? Wat is er mis met mijn ogen? Oh, ik moet er iets aan doen. Pleisters, jullie zijn mijn enige hoop. Verwijder de patches en kijk naar het resultaat. Oh. Er zijn geen donkere kringen meer. Ik zie er mooi uit.